Peter, ben je tevreden over de oefenwedstrijd? Nou, dit is voor ons een hele bruikbare pot geweest. Waarin we het behoorlijk lastig hebben gehad. Waar we fysiek vol aan de bak moesten. Tegen een ploeg wat we niet in Nederland vaak zullen tegenkomen, denk ik. Vanaf de eerste minuut 1-op-1 spelen. Dus we kregen geen seconde de tijd om een bal aan te nemen. Ze zaten er bovenop. Fysiek sterke ploeg. Dus we moesten vol aan de bak. En dat zijn de leerzame wedstrijden. Ja, het was een goede oefenwedstrijd tegen een hele goede ploeg, vond ik. Ja, kwamen snel voorsprong, alleen toen zakten we een beetje in en zag dat het een hele goede ploeg was. En ze hadden veel kansen en ik denk dat we blij zijn met 1-1. Elke ploeg die op het randje speelde. Ja, maar dat vind ik niet erg. Je moet je afvragen of dat in een voorbereiding goed is. Maar goed, we zullen dit over 2 weken in Europa misschien ook tegen kunnen komen. Dus daarom zeg ik al, een hele leerzame wedstrijd voor ons. Dan even over die rode kaart, wat gebeurde daar? Ja, trainers in de rust tegen mij van je mag ook wel eens een tikje uitdelen. En toen, gaf ik een klein tikje na en toen sloeg hij mij in mijn buik. En toen moest ik even verbijten, maar toen kreeg hij die rode kaart. Je moest zelf ook nog een beetje puzzelen achterin in het centrum? Ja, we hebben Arnold helaas zien uitvallen 2 dagen geleden. Wat langer zal duren. En bij de afsluitende training kreeg Michael een knietje in zijn bovenbeen bij een actie. En dat is even stijf en daar willen we geen risico mee nemen. Dus de verwachting is dat hij vrijdag wel weer kan spelen, maar niet deze wedstrijd. En dan moet je wat schuiven.